Piet Swinkels is getogen in Ravenstein en werkt nu voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkt voor zijn onderzoek samen met de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. De onderzoeken vinden plaats in het ISS, het internationaal ruimtestation dat continu in een baan om de aarde draait. Het station is sinds 2000 permanent bewoond en wordt vooral gebruikt voor onderzoeken. De bekende Nederlandse astronaut André Kuipers heeft 2 keer in het ruimtestation verbleven. Ik ben Piet. Ik ben in 2005 in Ravenstein komen wonen en ik heb toen in groep 8 bij Juffrouw de Unie gezeten. Ik ben toen naar het Maasland College gegaan in Os. En daarna ben ik gaan studeren in Wageningen. En nu ben ik promovendus aan de Universiteit van Amsterdam in de natuurkunde, in de groep van professor Peter Schall. En ik werk aan zachte materialen. Dus water is een vloeistof, dat is redelijk zacht. En steen is redelijk hard. En alles ertussenin, dat is waar ik onderzoek naar doe. Dus bijvoorbeeld mayonaise is zacht. Of shampoo, bijvoorbeeld. Er zijn veel verschillende groepen aan de Universiteit van Amsterdam in de natuurkundegroep. Dus ik doe experimenten bijvoorbeeld. Er zijn veel mensen die alleen maar in een kantoortje zitten en rekensommen maken, zeg maar. Ik doe zachte materialen, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld aan gassen werken of aan metalen en dat soort dingen. Een van de manieren om onderzoek te doen, of een van de dingen waarop ik onderzoek doe, is ik maak modelletjes. Dus stel je voor, als je kijkt naar de luchtweerstand van een auto, dan maak je een klein autootje na en die gedraagt zich dan ongeveer hetzelfde als de grote auto. Of daar kun je in ieder geval onderzoek naar doen. En hetzelfde doe ik voor moleculen. Dus ik maak kleine plastic balletjes die zich een beetje gedragen als atomen. Dus ze zijn veel groter dan een atoom, maar nog steeds best wel klein. 1 micrometer ongeveer, dus dat is 1/100ste van een haar, zeg maar. Dus best echt wel klein, maar groot genoeg om te zien onder een microscoop. Dus je kunt er makkelijk naar kijken, maar ze gedragen zich nog steeds een beetje als een atoom. En dus kun je onderzoek doen naar moleculen en atomen makkelijk onder een normale microscoop, in plaats van dat je heel gespecialiseerde dingetjes nodig hebt. Apparaten en dat soort dingen. Mijn onderzoek gaat best goed. Ik heb samples in mijn lab en dat werkt allemaal netjes. Maar een van de problemen waar ik tegenaan loop is dat er altijd zwaartekracht is. Dus de deeltjes, de plastic balletjes die ik heb, zijn klein en dus heel licht, maar ze hebben nog steeds een beetje last van zwaartekracht. En atomen zijn zoveel kleiner dat ze bijna geen last hebben van zwaartekracht. Dus er is een verschil. En een van de manieren om dat op te lossen is natuurlijk gewoon de zwaartekracht weghalen. En dus naar de ruimte te gaan. We hebben wat samples die we aan NASA hebben gegeven. En zij hebben ze naar het ISS gebracht, dus de Space Station. En dan kunnen we daar experimenten doen en kunnen we kijken of het daar iets anders gebeurt dan bij ons in het lab op aarde. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel experimenten in de ruimte willen doen. Je moet gewoon een projectvoorstel schrijven voor NASA. En dat gaat door alle bureaucratie heen totdat je toevallig uitgekozen wordt. Dus dat heeft mijn professor ongeveer 10 jaar geleden heeft dat gedaan. Onderhand zijn we eindelijk een keer aan de beurt. En ik ben ongeveer 3 jaar geleden begonnen. Dus ik ben soort van toevallig het project ingerold. Dus dat is best leuk. Jammer genoeg praat ik niet direct met astronauten. Het gaat allemaal best wel vanzelf. Er staat een machine die metingen doet. Die wordt aangestuurd door mensen in Cleveland, waar het centrale station is voor die metingen. Dus ik praat met de mensen in Cleveland en de mensen in Cleveland bedienen de machine. Er komen bijna geen astronauten aan de pas. Die hoeven alleen maar het sampletje er even in te leggen en daarna zijn ze eigenlijk wel klaar. Er gaat ook best wel wat fout. Er zijn natuurlijk vreemde dingen die gebeuren in de ruimte die je op aarde niet verwacht. En een van de problemen is dat op het moment een harde schijf is kapot gegaan. En dat gebeurt best wel vaak, want in de ruimte heb je veel achtergrondstraling die je op de aarde niet hebt. En dat is slecht voor computers, basically. Dus de computer is kapot. Gelukkig wordt die ook wel snel weer gemaakt, maar het zijn toch van die dingen die je niet echt ziet aankomen. Ja, uiteindelijke resultaat zijn microscopieplaatjes. Dus gewoon plaatjes van een microscoop. Maar dan gemaakt in de ruimte. En daar kunnen we dan analyse op doen en zien wat voor een interessante dingen er misschien. Dit is een foto die onder een microscoop gemaakt is. Je ziet de plastic bolletjes in een patroon
alsof het koolstofatomen zijn. Ik heb geen idee hoeveel het nou precies kost allemaal dit. En ik wil het eigenlijk ook helemaal niet weten. Het is vast heel veel. Dit is een filmpje dat onder de microscoop is genomen, waarin de plastic bolletjes strengen vormen. Ze bewegen zoals moleculen dat zouden doen. Het resultaat, als het goed is, nuttig voor allerlei dingen, natuurlijk. Maar specifiek gaan we op zoek inderdaad naar materialen. Dus zonnepanelen hebben bepaalde eigenschappen nodig. Hè. Je hebt licht en dat wil je omzetten in elektriciteit. En je wilt een materiaal ontwerpen zodat het makkelijk gaat of goed werkt. En dit zijn meer fundamentele kijken hoe je een materiaal kunt bouwen. Als het ware, hoe je het kunt bouwen om bepaalde eigenschappen te krijgen.